Ik had 4 jaar geleden nooit kunnen dromen dat ik ooit op de Paralympische Spelen zou komen te staan. Het is eigenlijk echt jij versus jezelf. 4, 6, nog 4. Alles wat ik doe staat in teken van de beste basketbalster worden. Zwemmen betekent voor mij voornamelijk de vrijheid die je hebt in het water. Ik vind het super lekker om urenlang in het zwembad te liggen. En ja, je bent echt alleen met je eigen gedachten. Want er is geen muziek onder water. En het enige wat je hoort is het klotsen van het water. En het is eigenlijk echt jij versus jezelf. Dat kan op sommige momenten kan dat heel rustgevend zijn. Dat je gewoon even een momentje voor jezelf hebt. Maar dat kan natuurlijk ook wel heel confronterend zijn. En dan vind ik het een leuke uitdaging. Ja, hoe ga je ermee om als je echt alleen met jezelf bent? Ik denk dat ik vooral mentaal heel veel sterker ben dan 3 jaar terug. Rondom Tokio zat ik zo in een tunnel dat je gewoon, als je rechtdoor gaat, dat je niet ziet wat er aan de zijkant gebeurt. En toen mijn wereld letterlijk en figuurlijk breder werd, heb ik daar wel last van gehad. En ik dacht, oh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal meegemaakt? En zeker vanaf zo'n jonge leeftijd. En pas toen ik een stap terug heb gedaan, is dat allemaal op me afgekomen. En heb ik mentaal ook wel heel veel, ja, heb ik het heel lastig gehad. Maar ook juist heel goed uitgekomen. En ik dacht laatst bij mezelf, dacht ik, ja, misschien ben ik nu wel gelukkiger dan dat ik ooit ben geweest. Dus ik denk, ja, fysiek weet ik niet of ik sterker ben, maar mentaal, dat sowieso wel, ja. Ik woon hier sinds de 14 maart 2010 woon ik hier. Ik was 18 toen ik hier kwam wonen. Hier woonden 15 andere bewoners. Ik ben Mark Dekker en ik ben 32 jaar en doe een botje in het Nederlands team. Ik ben begonnen met botje in 2018. Op een talentendag. Toen won ik van de toenmalige kampioen. Toen de trainer die zei, die jongen moeten we hebben. Voel je het verschil maken wanneer het wel en niet goed is? Nou, dat ik ontspannen gooi, gaat het goed. Het zit er met name in de hoeveelheid boog die je maakt. Ja. Dus hè, een klein beetje boog en het laten rollen. Of het helemaal laten vliegen en het direct stoppen. Hm. Dus daar zit vooral veel wisselvalligheid in. Dus bekijk wat je wil. Een botje heeft mijn leven zoveel veranderd, omdat ik kwam van een dagbesteding onder mijn woonvorm in Almere. Daar zat ik gewoon 5 dagen in de week en achter een computer en een beetje koffie drinken. Dus ik moest mijn leven wel en daarop aanpassen. En dan ben ik met mijn broer. Mijn broer is wel een paar seconden ouder. Hij heeft geen beperking. Ik ben als enige die met een beperking leeft, zeg maar. Ik heb een cerebrale parese. Dat is een hersenbeschadiging. Je kan het zien aan mijn linkerhand. Die werkt wat minder optimaal. En met praten heb ik wat moeite. Dit ben ik zelf. Als een baby. Mijn moeder is... En op jonge leeftijd is mijn moeder overleden. En mijn moeder had de wens dat mijn broer en ik bij elkaar zouden blijven. En dat hebben mijn pleegouders gerealiseerd voor ons en voor mijn moeder ook. Yes.
Laatste! Het verschil tussen Tristan die ik train en andere sporters is dat Tristan zijn rustmetabolisme hoger ligt. Het dagelijks leven kost hem gewoon meer energie en dat is echt meetbaar. Ja, hij moet eigenlijk overal meer moeite voor doen en dat kost dus ook daadwerkelijk gewoon meer calorieën. Oké, baanweekje zit erop. Dit hebben we in de pocket. Het verbaasde me eigenlijk al de eerste dag dat jullie rondjes 4-4 reden, 5 kilometer lang. Toen hadden we eigenlijk al wel naar huis kunnen gaan, wetende dat het goed is. We kunnen het nog. Maar we hebben toch even de week afgemaakt. Ja, nee, ik ben heel tevreden. Ik denk dat ik had het niet per se verwacht dat het nu zo, dat we al zo de rondfiets hier nu. Dus, ja. Ja, fijn. Goed gevoel. Zeker, ja. Ik ben tijdens wedstrijden wel echt alleen met mezelf bezig en ik kan me ook heel goed afsluiten. Ik ben wel iemand die in de cold room altijd echt mijn muziek op heeft en ik heb ook vaak mijn capuchon op zodat ik echt af kan zonderen. Ik luister dus in de cold room eigenlijk hardstyle en rawstyle. Dat is dus echt een beetje, ja, niet heel veel mensen weten dat van mij, maar ik vind hardstyle echt fantastisch. Zeker voor een wedstrijd heb ik het echt wel nodig om mezelf op te peppen en om mezelf helemaal gek te maken. Ik vind het super leuk ook om naar hardstyle festivals te gaan. Ik denk de combinatie om dus wel te kunnen feesten, maar ook te kunnen trainen, is voornamelijk gewoon overleggen. En dan spreken we gewoon af, oké, eind juni is de grens. En vanaf dan mag je nog één keertje meepakken en daarna gaat alle focus gewoon op spelen. En natuurlijk kost het energie, maar voor mij persoonlijk geeft het me ook superveel energie. Ik ben dus samen met mijn vriend al de Spelen van Rio geweest, toen hij ook als zwemmer. En in Tokio was hij er niet bij, omdat hij, lang verhaal kort, het internationaal comité vond dat zijn beperking niet gehandicapt meer genoeg was om bij de Paralympisch te zwemmen. Dus in Tokio was hij er helaas niet bij, maar mijn vriend is inmiddels onze teammanager. En dus we gaan samen naar de Spelen voor de tweede keer, maar wel in een hele andere samenstelling. Basketbal betekent voor mij een uitlaatklep. Voor zowel mijn emotie, maar ook als mijn fysieke bewegelijkheid. Ik kan heel slecht stilzitten. Dus ik heb basketbal echt wel nodig om mijn energie kwijt te kunnen. Maar het betekent eigenlijk ook mijn leven. Omdat alles wat ik doe staat in teken van de beste basketbalster worden. Dat was natuurlijk aan het begin nog niet zo. Maar ik denk dat het in het begin vooral heel erg geholpen heeft met het accepteren van een handicap. Hoe ga je ergens mee om? Wat doen andere teamgenootjes met een handicap? Dus ja, ik denk dat er heel veel verschillende facetten zijn wat basketbal voor mij betekent. Waarbij ik nu vooral zou antwoorden, ja, dat het gewoon mijn leven is. Kamp 2! Binnen mijn team ben ik vooral iemand die denk ik heel erg goed klikt met iedereen. Ik vind teamcohesie best wel belangrijk. Dus probeer ook dat iedereen zo goed mogelijk met elkaar kan samenwerken en zo goed mogelijk met elkaar functioneert. Waarbij ik op het veld wel gezien word, denk ik, als een soort alfaatje die veel schreeuwt, veel de leiding pakt, dat van nature ook fijn vindt om te doen. Wat gaan we doen? Eerst een klein rondje team en dan wat individueel. En mag een rondje tegen Thomas spelen straks. Oké, is goed. Ik heb 4 jaar geleden nooit kunnen dromen dat ik ooit
binnen 4 jaar op de Paralympische Spelen zou komen te staan. Deze heb ik gewonnen bij de European Para Championships in Rotterdam. En waar we met team eerste zijn geworden en een ticket voor dit jaar voor de Spelen hebben gewonnen. We gaan met team wel voor goud natuurlijk, maar ik ben heel blij dat ik er mag staan. En dat is me toch maar wel weer gelukt. En daar ben ik heel trots op mezelf. En deze heb ik gewonnen tijdens de in Rio de Janeiro. Met Team NL ben ik heel vaak op toernooi in het buitenland. Want dit zijn tot nu toe allemaal teammedailles. En ik wil graag ook mijn eerste individuele medaille. Ik was al gelukkig hiervoor, maar het heeft wel nog meer plezier gebracht, omdat ik ook erachter ben dat ik het ook gewoon de sport goed en dat ik ook goed ben. Ik ben eigenlijk altijd wel best wel gefocust op hoeveel gram pasta, hoeveel gram rijst, hoeveel gram havermout. Dat komt eigenlijk ook wel voort uit een voedingsprobleem dat ik heb gehad in het verleden. Ik denk dat ik tot eind 2019 was ik best wel altijd een onzekere jongen die niet altijd in balans was. Ik dacht minder eten is beter, maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Uiteindelijk heb je als wielrenner energie nodig, want op een gegeven moment kan je gewoon niet meer fietsen. En zo ver was het ook echt, dat ik op de fiets stapte en dat ik eigenlijk, ik had geen energie om mijn benen rond te draaien. Dus anorexia wil ik het niet noemen eigenlijk, maar het had er veel van. Ik durf wel te zeggen dat ik eigenlijk begin 2020, dat ik toen wel meer de balans heb gevonden. Ik durf te zeggen dat ik mijn lichaam gewoon veel beter ken, wat ik nodig heb om op het juiste moment goed te zijn en om ook gezond te zijn, dus in balans te zijn. En ik denk dat sinds 2020 er echt is. En dat ik, dat ik beter weet wie Tristan is. Had ik trouwens verteld van Eindhoven vorige week nog met die donderdagmiddagtraining? Nee. Oh. Nou, ik had dus ineens weer echt ziek last van mijn heup. En toen ben ik naar een fysio gegaan, maar die snapte eigenlijk ook niet zo goed waar het vandaan kwam.